Ik ben in Burundi geboren en nu ben ik bijna 5 jaar in Nederland. Ik kom oorspronkelijk uit Curaçao, dus mijn wieg is uit Curaçao. En 9 jaar geleden heb ik besloten om naar Nederland te komen. Okay. Ik is geboren hier in Zuid-Afrika, Pretoria. Dan zie je Pretoria en dan ga je even verder. Dan krijg je Leidenburg. Dat is nabij de Krugerwoudtuin. Daar was ik geboren. Mijn ouders die komen uit Marokko. Dat is deze plaats, uit El Hoceima. Dat is aan de kant van de Middellandse Zee. Ik ben zelf geboren in Nederland, Tilburg. Ah, ik ben gastvrouw. Koffie zetten, gezellig maken, met de mensen praten. Nou, meestal doe ik die hobbyclub. Dat is dinsdagmiddag, doen we van alles gewoon, ja, voor het knutselen. Ik heb ook een Nederlands les. Ik zit in een gesprekgroep, want ik heb mijn inbreng diploma gehad. Maar mijn Nederlands is nog niet genoeg. Ik doe hier vrijwilligerswerk in de keuken. Een beetje met mensen aan tafel zitten praten en zo. Soepje maken, tosti of van alles een beetje. En ook cursussen volgen en zo. Computercursus. Ik denk dat ik een jaar of 15, 16 geleden hier binnen ben gelopen om in de huiskamer te werken. En dit bleek uiteindelijk, die huiskamer bleek iets te rustig voor mij. Ik wilde meer actie, ik wilde meer doen. Sinds die tijd geef ik computerles. Mijn naam is Paul Belo. Ik ben 30 jaar, ik kom uit Tilburg en ik geef hier les bij het MST aan inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen. Ik ben Flip en ik kom uit Tilburg en ik heb alles gedaan wat God verbood, zowel in de drugs als in diefstal en weet ik het wel. En toen ben ik 15 jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met MST. Want ik vond dat toen de tijd sliepen de jongens allemaal naar buiten, de drugsverslaafden. En zodoende kon ik daar niet meer tegen en ik kende heel die kliek, kende ik, omdat ik zelf uit het milieu kwam. En van daaruit ben ik bij het MST terechtgekomen. Die zat toen nog op de Bredaseweg, het oude klooster. Drukte ik op de bel en ik zeg, ik moet iets, hè, jullie moeten mij helpen. MST probeert mensen in beeld te houden, laat ik daarmee beginnen. Een tweede stap, om het wat duidelijker te maken, zou je kunnen zeggen. Mensen komen iets brengen en mensen komen iets halen. Eigenlijk een hele eenvoudige formule, zou je zeggen. Wat komen mensen halen? Onderwijs, kennis, ontmoeting, aanspraak. Wat komen mensen brengen? Kennis, vaardigheden, gastheerschap. Een heel eenvoudig concept, zo lijkt het. Dus mensen komen iets brengen, komen iets halen. En dat komt hier samen bij het MST. Ik ben hier eigenlijk gekomen om te reïntegreren en mezelf ook een beetje uit te dagen. En ik heb bij het MST heb ik de kans gekregen om iets te doen wat ik best wel moeilijk vind. Of vond, misschien eerder. Namelijk voor een groep staan. Veel mensen vinden dat spannend. Ik heb dat ook altijd heel erg spannend gevonden. Alleen het leuke is dat het me ontzettend goed bevalt. En zelfs zo goed dat ik er ook mee verder wil. Mijn naam is Farah Omarzada. Ik kom uit Afghanistan. Mijn huis was hier. Nu is mijn huis helemaal hier. Ik heb opleiding SPW gedaan. En daarvoor heb ik stage gelopen, 2 jaar bij MST. Ik heb een universitaire opleiding, maar ook zoveel problemen, persoonlijkheidsstoornis, dat ik in de praktijk niet kan voldoen aan de eisen die de meeste werkgevers stellen. En hier kan ik mijn eigen winkel draaien, soms meestal naar tevredenheid van het MST, soms tot ergernis. Maar in ieder geval, ik draai mijn eigen winkeltje en ik geef daar het MST iets voor terug, want die maakt het mogelijk dat ik mijn winkeltje draai.
En nu doe ik bij het MST, onder andere ben ik degene die alles organiseert met de Zelfkrant. Dit is de Zelfkrant. Daar heb ik jongens onder me die dat doen voor me. Ik kijk of ze het goed doen, hoe dat ze het doen. Dat ze dus van de straat zijn en toch mee iets bezig zijn. En dat loopt ontzettend goed. Ik ben hier eigenlijk binnengekomen door een persoon, zou ik maar zeggen. Die heeft mij hier, Flip, een collega. Sinds ik hier eigenlijk ben, voel ik me eigenlijk best wel goed. Want ik zat op straat in principe. Ik bleef de hele dag thuis. Of ik was op straat of ik was ergens in een coffeeshop. Maakt niet uit in ieder geval. Hij heeft me eruit gehaald, zou ik maar zeggen, uit dat straatleventje en mij hier binnengehaald. En ik voel me eigenlijk best wel goed, omdat ik hier steeds de mensen help bijvoorbeeld. Ze zien jou ook als een hulpmiddel die jij op een gegeven moment... Dat had ik er voorheen niet, zou ik maar zeggen. En je wordt hier ook gewaardeerd door die personen. We zitten lekker te praten, we zitten lekker te knutsen, koffie te drinken, kruiken koffie van beneden. Soms brengt iemand een stukje taart mee, soms niet, geef niet. En we zitten gewoon lekker te praten. En dan die meneer Lamsan, die wordt even kribbig. Maar nou ja, oké, dan moeten we maar een keer kribbig. Want wij lachen te veel en wij praten te veel. Maar niettemin, het is best wel rustig gezellig. En in feite dat ze allemaal komen, altijd wijst dat ze dat ook gezellig vindt. Ja, mijn hart spreekt, zeg ik altijd. En vanuit mijn hart werk ik hier graag. Ja, ik merk dat ik het ook heel erg leuk vind om mensen iets verder vooruit te helpen, zeg maar. Dat geeft mij, voldoening. Nou, MST heeft heel veel voor mij betekend, want dat was de eerste stage voor mij die ik voor het hele schooljaar moet stage lopen. Voor mijn opleiding, sociale dienstverlening heb ik gedaan. En daar heb ik heel veel vrijwilligers, zeg maar, Nederlandse collega's leren kennen. En die contacten die ik daar heb opgebouwd, nog steeds, die contacten zijn er. Misschien een paar vrijwilligers of mensen die daar hebben mij geholpen met mijn scriptie of opdrachten of school, die zijn niet meer. Die herinner heb ik wel van hun gekregen, want Clemens bijvoorbeeld, die is overleden. Maar Mark of... ik ken heel veel mensen. Fieke, Filomeen, Jan. Dus en mijn steen blijft bij mij altijd hangen. Nou, ik is een mensmens. En ik vind het gewoon gezellig om mensen te komen, te delen wat ik ken en wat ik zelf kan. Hè. En dat is voor mij een ontzettende sociale aangelegenheid ook. Een hele interessante opbouwperiode achter de rug. De congregaties zijn daar van heel groot belang voor geweest. Later is ook de gemeente heeft ons natuurlijk geholpen met financiën. We zijn natuurlijk ook zelf fondsen aan gaan schrijven. Maar ja, zoals je weet, we leven natuurlijk in een tijd van bezuinigingen. En iedereen in het MST is ervan overtuigd dat de club zoals die is, moet blijven bestaan. Ook een goede toekomst heeft. Daarom zoeken wij bondgenoten, donateurs, betrokken Tilburgers die ook een steentje willen bijdragen aan het MST. Zodat wij het eigen karakter kunnen bewaren. Dat we de komende jaren verder kunnen gaan. Waarmee? Nou, in het leggen van verbindingen met de stad. Met alle Tilburgers die hier in Tilburg wonen, waar ze ook vandaan komen. Zodat we op onze eigen wijze MST kunnen zijn en iets bij kunnen dragen aan deze Tilburgse samenleving.